Brabant is de enige provincie in Nederland zonder volkslied. Commissaris van de Koningin Hanja Maiwegge wil daar verandering in brengen en zal ter gelegenheid van het 900 jaar Hertogdom Brabant het Brabantse volk drie keuzes voorleggen. De Brabanders kunnen kiezen tussen Hertog Jan van Brabant, Het leven is goed in het Brabants land en Brabant van Guus Meeuwis. Maar waarvoor kiezen de Eindhovenaren? Het Brabants land en dan eventueel Guus Meeuwis. En dat andere, die Hertog Jan, die ken ik niet. Is dat niet een Brabants volkslied? Guus Meeuwis over Brabant. En ja, ik vind het prima als Brabant een volkslied krijgt. Maar of dat interessant is, weet ik eigenlijk niet. Ik denk dat wel dat het trekt, want je ziet ze steeds meer van die kleine groepen die opkomen. Maar het is meer het hip-hop, R&B, rap en geen volkslied. Dat maakt mij niet zoveel uit. Nee. Een volkslied. We hebben er maar één, dus... Per provincie, dat maakt me niet veel uit. Ik vind die melodie leuk. En het begint al leuk van dat het goed is, dus het is heel positief. Ik vind het wel erg leuk dat die ruzie erom is, zeker bij vader Abraham. Maar nee, het kan mij eigenlijk heel weinig schelen. Ik kan het niet zomaar zingen of opzeggen hoor. Nee. Ik weet niet, ik ben sowieso al niet echt iemand die van muziek houdt. Maar Guus Meeuwis, die kan nog best wel goed zingen. Ja, dat is omdat het Guus Meeuwis is. Maar Guus Meeuwis kan ook goed zingen, maar maar die vind ik niet zoveel aan. Guus Meeuwis is gewoon een echte Brabander. En hij staat gewoon voor Brabant. Klaar, dat is niet zo moeilijk. Dus als het daar nu lag, zou dat nummer winnen? Ja, voor mij wel. Ik vind dat denk ik ook niet trek. Ik denk dat er niemand op staat te wachten om zulke liedjes als volkslied te hebben. Het moet een beetje deze tijd passen, dus meer een beetje een mix van alles bij elkaar. Dus een beetje van dat Guus Meeuwis-stijl, een beetje hip-hop, een beetje van alles. Net zoals de dansen die je nou tegenwoordig hebt, van allerlei mixen, moet dat muziek ook in allerlei mixen zijn. Ja. En meestal heb je de clips, die zijn saai, die zijn onprofessioneel, dus het is ook niet leuk om naar te kijken. Dus dat trekt dan ook niet om dat te leren. Bedankt. En dan denk ik aan Brabant.